Omdat er in de stad niet veel bouwruimte meer is, worden er 4 plaatsen aangewezen waar Leiden echt hoog mag. 2 daarvan zijn bij het station. Het stationsgebied is een van de best bereikbare plekken die we hebben. Eigenlijk in heel de Randstad misschien wel. En als je zegt van je wil ook duurzaam mobiliteit stimuleren, probeer dan de verstedelijking zoveel mogelijk bij die stations te concentreren. Hier aan de Willem de Zwijgelaan komen voor zeker 3 hoge woontorens. Het zogeheten LEED-project. D66 is er wel blij mee. Als we hier in Leiden zeggen we willen niet in het groen gaan bouwen, niet in de polders om ons heen, ook niet in de parken die we nog hebben, ja, dan moet je de hoogte in. En dat gaan we hier doen. Wel vindt Van Diepen dat de hoogbouw er mooi uit moet zien. Ja, en als je dan hoogbouw hebt die zichtbaar is, dan wil je het met iets aardigs, iets moois, zodat het kwaliteit toevoegt. Bijvoorbeeld een echte Leidse plint. Mooi of niet mooi, buurtbewoners staan niet te springen om hoogbouw in hun achtertuin. En ook het CDA heeft kanttekeningen. We willen echt met elk project kijken naar 3 dingen. Dus wat is het draagvlak vanuit de buurt? Dat vinden we heel belangrijk. Wat is de inpassing van het gebouw in de stad? We moeten echt kijken om per persoon te berekenen wat voor groen is er nodig, wat voor parkeergelegenheid en hoe gaan al die mensen Leiden in en uit. De gemeente weegt deze en ook andere bezwaren zoveel mogelijk mee. En wat betekent het als dat flatgebouw bij jou staat? Wat betekent het gewoon op maaiveld? Maar ook hoe kijken er tegenaan? Je bezonning, je windhinder. Dat zijn allemaal zaken die we uitgebreid toetsen voordat een plan wordt goedgekeurd. De 4e plek waar mogelijk hoogbouw boven de 70 meter komt is aan de Plesmanlaan bij de A44. Het wordt een gevarieerd wijkje met wat laagbouw en wat hogere elementen erin en ook een hoog accent. Of er op deze plekken daadwerkelijk boven de 70 meter gebouwd gaat worden, daar moet de gemeenteraad nog over besluiten.